Hallo allemaal. Ja, deze keer is een opgenomen filmpje van mij in plaats van live. Het lukt momenteel niet om 's avonds live te gaan. Vandaar dat ik dit op een ochtend even heb gedaan, zodat jullie toch lekker aan de slag kunnen met het pakketje voor de Live Extra 3. Ik heb dit keer gekozen voor de ijsstokjes. Het was alweer een poosje geleden en ik dacht, dat wordt wel weer eens tijd. We gaan beginnen met cardstock. Dat ga je snijden op 22 keer 10 centimeter. Het stukje wat je overhoudt bewaar je, want daar gaan we zo nog mee verder. En we pakken vast de ijsstokjes. Wat we gaan doen, is we leggen de ijsstokjes op een rij. Allemaal netjes naast elkaar. En het komt niet heel precies, mag wel een beetje speelt, maar probeer wel een beetje het midden recht te houden. En je hebt 25 in je pakket, maar je legt er 23 naast elkaar. Als het goed is, had ik er al 23. Jullie hebben er 25, omdat we straks ook gaatjes moeten ponsen in een van deze. En dat wil nog wel eens misgaan, dus daar vandaar even twee reserve. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23. Dat klopt. Nou gaan we eerst 10 tellen. 2, 4, 6, 8, 10. Dan gaan we het gedeelte ietsje ervan afhalen. Dat je een heel klein kiertje krijgt. Dan tel je de 3. En dan ga je weer die 10 ietsje ervan afhalen. De rest mag gewoon strak tegen elkaar aan. En van die 3 die dus nieuw in het midden zitten, pak je de middelste. Je kan straks nog een beetje schuiven hoor, dat is nu voor nu niet zo'n erg. Maar dan weet je hoe het moet liggen straks. En we gaan in dit stokje dus gaatjes ponsen. En dat doen we op 2,5 centimeter. 2,5 centimeter vanaf de bovenkant en de onderkant. Ik heb hem even horizontaal liggen. En dan teken ik hem af op 2,5. Dan zet ik even een rondje. En dat doe ik ook vanaf die kant op 2,5. Zo. En ik heb daarvoor de Big Bite. Die is sterk. En als het goed is, moet die in één keer er doorheen kunnen. Even restjes eruit halen, als dat lukt zo. Nee, dan doen we het gewoon zo. En het kleinste gaatje gaan we gebruiken van de Big Bite. En je gaat rustig naar beneden doen, zodat hij hopelijk niet breekt. Breekt hij wel, dan heb je dus nog reserve. En nou is het altijd even een dingetje om hem weer eraf te krijgen. Ja, ook de andere kant natuurlijk. Ja. Heel voorzichtig draaien en dan naar beneden. Zo. En dat is gelukt. Kijk, twee gaatjes. En dan liggen mijn rietjes. Ach, mijn rietjes. Mijn ijsstokjes ook meteen niet goed meer. 2, 4, 6, 8, 10. Dit is nummer 11. Dus die gaat er iets van af. Nummer 12 gaat in het midden. Dus deze drie horen bij elkaar. Maar die komen niet strakker tegenaan. Het is ook maar een millimetertje wat je er van af hoeft. Meer is het eigenlijk niet. En dan schuiven we deze even op. Zorg wel dat ze een beetje recht liggen. Zo. En die komt weer een millimetertje. Hoeft echt maar heel weinig. Maar niet strak er tegenaan. Die andere 10 wel. Die mogen wel strak. En die kun je een klein beetje, door ze omhoog en naar beneden te schuiven, kun je ze een beetje recht leggen. Kijk. Dan kan die nog ietsje ervan af. En die drie, deze drie moeten wel tegen elkaar aan. Maar daartussen heb je dus een klein kiertje. Dan het cardstock wat we hebben gesneden. 22 keer 10. Die smeer je in met lijm. Ik gebruik tacky glue. En ik lijm de verkeerde kant, zeg maar de lelijke kant. En ik smeer hem wel even goed in. Want deze gaan we dus op de rietjes. Nou, ik heb iets met rietjes. Die gaan we dus op de stokjes plakken.
En dan is het wel fijn dat overal een beetje lijm zit. Ik zou het niet met tape doen, want dan is het vast, is vast. En dan kun je nog een klein beetje schuiven. Een tacky glue is ook wel snel drogend, maar je kan dan nog net even alles goed verschuiven. Ligt het goed? Die nog ietsje. Zo. En dan plakken we deze in het midden over je ijsstokjes heen. En je zal zien dat de ijsstokjes dus iets uitsteken aan beide kanten. Maar dat geeft niet. En dan een beetje natuurlijk in het midden. Hè, dat we boven en onder evenveel ijsstokjes zien. En dan druk je hem aan. En je ziet dus inderdaad dat het iets hier oversteekt en aan die kant ook. Maar dat is niet erg. Probeer niet te schuiven, maar druk het even goed aan. En leg het even heel voorzichtig aan de kant, zodra je denkt dat hij goed gehecht is. En laat het even goed drogen. We kunnen ondertussen dan met de fruitzakken verder gaan. Maar even goed aandrukken. Dan kan dat heel even. Ik kan er even een boek op leggen of iets zwaars. Dat mag ook. Maar ik denk dat dit zo eerst wel. Ik leg hem even aan de kant. En weet je wat ik doe? Ik leg even de Big Bite erop. Beetje uit beeld. Daar gaan we zo mee verder. We gaan nu de 3 fruitzakken pakken. En als je wil, 3 strookjes van het cardstock snijden van 10,5 bij 1,5. Dus 10,5 bij 1,5. En die gaan we dubbel vouwen. De strookjes zijn zo smal, dus die ga ik even aftekenen. De helft van 1,5 even aftekenen. Dus dat zit tussen de 7 en de 8. 6, 7, 8. En dan ril ik hem eerst even. Dan weet ik zeker dat ik een beetje knappe vouw heb. En dat doe je bij alle 3 de strookjes. En dan kun je hem ietsje makkelijker omvouwen. Zie je? Als je dat zo uit de hand doet. Ik probeer het wel eens, maar dan gaat hij altijd scheef. Dus even op deze manier is het mooiste. Dan heb je een mooie vouw. En ook al zie je er niks meer van, we willen het ook een beetje netjes werken. Gewoon 2 streepjes aan de bovenkant en onderkant. En dan kun je je railpen er zo langs houden. En je kan eventueel nog even de vouw aanduwen met je vouwbeen. Zo. De laatste nog. 6, 7, 8. En hier ook. 7. Dus tussen de 7 en de 8 ongeveer. Dan zit je in het midden. En misschien ben je wel zo handig om in één keer dubbel te vouwen. Dan doe je dat. En zo. Oké, die hebben we klaar. Leggen we die even apart, die komen zo aan de beurt. We pakken eerst even 1 zakje. En die gaan we ook rillen. En alle 3 worden ze anders gerild. Dus niet alles hetzelfde dus doen. De eerste gaan we rillen op 9. Ik doe dat ook weer met streepjes zetten. Op 9 en op 11,5. En dan naar 20,5. En bij 20,5 gaan we hem zo afsnijden. We tekenen hem onder ook even af. Op 9. En op 11,5. En op 20,5 teken je hem ook af. Maar dan snij je hem af. Dan hebben we de juiste lengte. Zo. En die andere 2 gaan we rillen. Ril niet te hard, want het zijn vrij dunne zakjes. Oh, ook niet de dunne kant van de pen. Zo. Dat is 1 en die gaan we even heel voorzichtig vouwen. En de andere kant ook. Zo. Dat is nummer 1. En dan pakken we de tweede. Die gaan we rillen op. Wel weer de eerste op 9. Goed recht leggen, ja, 9. En de tweede op 11. En daarna 20. Dus dan gaan we onder ook nog een keertje doen.
rillen op 9, op 11 en die bij de 20 gaan we weer afsnijden. Zo, en dan gaan we die ook even rillen. Heel voorzichtig, want die zit zo door het zakje heen, dat is zonde. En dan gaan we die ook omdraaien. En deze ook. En dat is nummer 2. Die leggen we er even in. En dan de laatste. Die gaan we ook even rillen. Op 9. En op 10,5. En dan gaan we naar 19,5. Dus onderkant nog 9, 10,5 en 19,5. En die laatste snijden we er weer af. Zo. En deze gaan we rillen. Je voelt het al met rillen dat het papier heel dun is. Dus doe echt heel voorzichtig. Zo. Dan hebben we 3 zakjes gerild. En daar gaan we dan nog schaartjes in maken. En je ziet dus, nu we ze gerild hebben, dat ze dus in elkaar vallen. Elke keer een halve centimeter kleiner. En we beginnen bij de breedste aan de achterkant. Dan de smallere en de allersmalste komt in het midden. En ook hier gaan we dus gaatjes maken. En die gaan op 2 centimeter in het midden van je rilvouw. Dit is een rilvouw van 2,5, dus daar zoek je in het midden op. En dan ga je op 2 centimeter vanaf de bovenkant en op 2 centimeter vanaf de onderkant ga je hem een gaatje maken. 10,5 en dan gaan we naar 8,5. Even kijken of dit in het midden is. 1,2 en een beetje. Ja. Pak weer even deze maar even. Dus op 2 centimeter vanaf de bovenkant en vanaf de onderkant. En dan ga je hem ponsen. Zo. En dan pakken we die smallere. En die eigenlijk op dezelfde manier. Je kan het ook aftekenen dat je ze op elkaar legt. En dan zie je dus die rilvouwen dat die smaller zijn en dan in het midden. Maar je kan het eigenlijk op dezelfde manier doen als dat we net hebben gedaan. Hier zit 2 centimeter tussen. Dus 1 is het midden. Maar ook weer vanaf 2 centimeter vanaf boven. En 2 vanaf onderen. En dat is hier zo. Dan zit ik in het midden. Ja. Nou, en dan ook daar weer een gaatje. Zo. En dat is nummer 2. En dan hebben we nummer 3 nog. Daar zit 1,5 tussen. Ja. Dus daar gaan we tussen de 7 en de 8 ongeveer zitten. En dan ook weer 2 centimeter boven en onder. Leg hem even op 10. Kijk even makkelijker. Zo. En die ook. 1, 2. Deze kan je ook, als je een gewone gaatje staan hebt natuurlijk. Hè, dat gaat makkelijker. Maar ik heb deze nu staan. Zo. En die komt straks zo. En als je dan straks met de binding zie je de gaatjes mooi op elkaar liggen. Dat zie je zo niet, maar ik kan er doorheen kijken, zeg maar. Wat we nog even doen is aan de dichte kant gaan we een millimetertje, echt heel weinig, gaan we eraf halen. Zodat we een opening krijgen. Moet het wel kunnen zien. Zo.
dat is één. Echt zo klein mogelijk. Het gaat er alleen om dat je dus een opening krijgt. Oh, de binnenkant gaat er al uit, maar dat is niet erg. Het is toch een dikkere binnenkant. Zo. Ja, die is ook open. En dan de laatste. Ook even een stukje eraf. Zo. Dan zijn die in ieder geval klaar. De drie strookjes gaan we nu pakken. 1, 2, 3. En we hebben nog drie loonzakjes. Hele kleintjes. En die gaan we... Dit hebben jullie natuurlijk al in de gaten. Dit worden de bladzijdes, want het wordt een mini-albumpje. En dan kun je zelf kiezen waar je dus een extra flapje wilt. Of je dat aan deze kant van je bladzijde wilt, of aan deze kant. Ik heb op elke bladzijde verspring ik, zeg maar. Dus dat mag je helemaal zelf weten. Dus ga je het aan deze kant plakken. Het is natuurlijk leuk als je het flapje eigenlijk naar voren hebt. Dan plak je het stripje met de vouwkant naar buiten, zo op je loonzakje. Ik zal meteen tape op doen. Even kijken, hier zo. Dus met die strookjes zorg je ervoor dat de vouwkant naar buiten komt. Wel even weer aandrukken, hè? Dat weten we. En ook de achterkant doe ik meteen, maar die komt straks op de bladzijde terecht. Zo. Goed aandrukken. Hupsakee. En dan ga ik eerst het strookje aan het envelopje plakken. En denk erom, als je hem om die kant plakt, moet je hem natuurlijk aan die kant plakken. Plak je hem om die kant, dan moet je hem aan de andere kant plakken. Maar dat spreekt voor zich, denk ik. Zo, netjes tegen de rand. Zie je, dan komt die andere helft komt hier. En deze plakken we op het randje van deze bladzijde. Of van die, wat jij wil. Ik plak hem gewoon op de eerste. En dan wel weer netjes natuurlijk tegen de buitenrand. Kijk, en dan heb je een extra flapje gemaakt. Hier overheen plak je natuurlijk straks de dessertpapier, dus daar zie je gewoon niks meer van terug. En hier heb je dan een extra zakje om wat in te doen. Een label of een foto, wat je leuk vindt. Nou, dan gaan we deze, plak ik dan aan de tweede bladzijde aan die kant. Doe ik gewoon zigzag. Maar nogmaals, dat is gewoon wat je zelf graag wil. Kijk hoe je uitkomt met foto's eventueel. Of wat je ook mee gaat maken. Ik heb nog geen foto's in. Maar ik heb allemaal leuke plaatjes die bij de lijn zaten erin verwerkt. Deze wil ik aan die kant dus. Dan komt ook het strookje aan die kant. Ik zorg er weer voor dat de vouw van het strookje naar buiten valt. Zo, zie je? Daar is de andere helft. En die plak ik op de tweede bladzij. Leg ik die even aan de kant. En gewoon stotend, zeg maar, plakken. En dan hebben we aan deze kant en aan deze kant. Deze komt zo. En nou kan ik kiezen of aan die kant of aan die kant. Die komt dus hetzelfde of die als of die. Eerst maar even tape plakken. Je kan natuurlijk ook, als je zelf deze zakjes nog hebt, 6 in plakken aan beide kanten. Maar dan word je wel erg dik. En er zit best wel ruimte in het album, maar ik ging ook alweer mijn boekje te buiten. Heel dik boekje geworden. Dus ik hou het bij 3. Die heb ik gehad. Nou, de eerste die plak ik weer aan die kant. Dus komt de vouw ook naar buiten. Even goed doen. Zo.
En die komt zo. Dus eigenlijk drie keer hetzelfde, alleen je moet even van tevoren bepalen waar je ze wil. En dan doen we deze op de laatste. Ik pak hem even bij me, want dan kan ik wat rechter plakken. Zo. Dus de eerste bladzijde heb ik hem aan de linkerkant. De tweede heb ik hem aan de rechterkant. En de laatste heb ik hem weer aan de andere kant. Zo. Nou, wat we nu gaan doen. Ik hoop dat hij al een beetje goed vast zit. En dan hebben we daar die gaatjes, die is in het midden. En tussen de 10 en de 3 en de 10 hebben we iets meer ruimte gehouden. Omdat je daar dan heel voorzichtig, en dat, daarom moet het ook even goed drogen. En dat weet ik niet of die van mij al goed gedroogd heeft. Ga je hem omvouwen. En dan kan je dat ook met een rilpen doen. Maar ik ben bang, doordat het nog wat nat is, dat dat niet lukt. Maar ik ga het heel voorzichtig proberen. En dat kun je natuurlijk zien, hè, want hier zit die overgang. 1, 2, 3. En dan zit hij hier. Dan kan je hem heel voorzichtig rillen. Is je lijm nog te nat, dan moet je heel even wachten. En dan kan je hem vouwen. En die ook. Zo. Maar ja, nu hebben we natuurlijk wel mooi de gaatjes daar. Kijk, hij is nog ietsje nat. Daardoor gaat hij wat schuiven. Hier hebben we nu de gaatjes, maar nog niet door het kaartstok. En dat kun je nu doen, omdat je hem al in je stokje hebt gedaan, leg je hem nog een keertje. Maar ook dit doe je pas eigenlijk als het goed droog is. En dan kun je hem nog een keertje er doorheen halen. En dan gaat hij ook door het kaartstok heen. Zo. Zie je? Dan ga je natuurlijk eerst de binnenkant leuk beplakken met papiertje wat je leuk vindt. En als laatste ga je dan je bladzijdes erin verwerken. En dan beginnen we weer met de eerste, met de breedste tussenstuk, zeg maar. Die komt er eerst in. En dan komt nummer 2, die iets smaller is. En dan komt nummer 3. En dan kun je er ook nog voor kiezen of je de strik aan de buitenkant wil of een knoopje aan de binnenkant. Ik heb hem naar buiten gedaan. Dus dan doe je hem eerst aan de onderkant door alle gaatjes. En het voordeel is, dit is elastiek. Dus is je boekje toch wat te dik, dan rekt dat er enigszins mee. Dus dan heb je even speling met kreppen. En de andere helft van het elastiekje doe je door de bovenlaag, zeg maar. En door de onderste. En dan trek je hem aan. Zo. En dan omdraaien. En dan kun je er een mooie strik in leggen. Nu is natuurlijk mijn boekje nog niet dik en beplakt. Dus ik doe hem nu eerst even zo. Kijk, en dan is je boekje klaar. En dan heb je gewoon een heel stoer albumpje. Waar je heel veel toch wel dingetjes in kwijt kunt. Er zitten natuurlijk ook labels bij. Deze zijn wel te groot, maar je moet ze wel gebruiken vanwege de breedte. Dus je moet ze even inkorten. En dan kun je aan beide kanten, kun je hier drie labels inschuiven. Hè? Hier zo. En in die en in de derde. Moet ook in deze, die hebben we natuurlijk ook open gemaakt, waar dus een looszakje zit. Maar daar kan je natuurlijk ook nog wat inschuiven. En dat staat natuurlijk best heel leuk als je een album hebt waarbij de labels gewoon hier aan de buitenkant uitsteken. Nou, dit was het eigenlijk. Helemaal niet moeilijk. Kan het zelfs als je leuke kinderen hebt, zeg maar, en die ook van vreubelen houden, kun je ook dit maken. Je hebt er niet veel voor nodig. Ik heb natuurlijk wat extra's gedaan door de flapjes erin te maken, omdat jullie daar toch wel gewend zijn. En zo kun je natuurlijk, als de kinderen nog vrij zijn, niet iedereen gaat nog naar school of een paar dagen maar, kun je nog lekker even knutselen. Ik zal natuurlijk even mijn voorbeeldje laten zien. Ik vind ijstokjes bij mij hoort gewoon het zeethema. Dus dat heb ik ervan gemaakt. Jullie hadden natuurlijk al kunnen kiezen welke lijn ik moest gebruiken, of tenminste welke je de mooiste zou vinden.
Ik heb voor deze gekozen zachtere kleuren. En mijn voorkantje heb ik ook een beetje rustig gehouden. Hele mooie plaatjes heeft deze lijn. En wat visnet heb ik erachter geplakt. Ik had nog een stukje hekje. Geen idee hoe ik eraan kom, maar vond ik eigenlijk wel heel leuk. Nou ja, natuurlijk wat schelpjes en toestanden erop. En het zeepaardje mag natuurlijk niet ontbreken. Kijk, hier mijn strik. Nou, en dan mijn boekje. En je ziet al, hè, daar zijn ze flink uit de kluiten gewassen. En, maar ik ben heerlijk lekker bezig geweest. Natuurlijk mijn favoriete thema. Ik heb hier nog niks in. Want misschien dat ik ook nog het flapje er wel afsnij. En dat ik vanaf boven er een label in doe. Dan heb je ook aan de bovenkant leuke uitsteeksels. Dat weet ik nog niet. Maar dat ga ik nog even bekijken. Ook hier heb ik dat leuke visnet wat we in allerlei kleurtjes hebben, heb ik daarvoor gebruikt. Ook hier weer labeltjes in. Dan klap je hem open. En er zitten altijd van die leuke die-cuts in die je gewoon overal kan gebruiken. De teksten vond ik al heel leuk. Dus ik heb niet voor foto's gekozen deze keer, maar gewoon de spulletjes die bij de dessertpapierlijn hoort. Natuurlijk het een en ander aan labeltjes. Lintjes. We hebben wat dat betreft heel veel kun je vinden in de shop qua zeethema. Dit lintje is ook zo leuk, die strandhuisjes. Qua kleur past dat weer perfect. En ook hier weer de strikjes natuurlijk mogen niet ontbreken. Touw is natuurlijk, past natuurlijk prima bij het thema. En hier ons rietje met de ankers. En hier ook wat touw. Dit is gewoon jute. Het maakt het een beetje een stoer geheel, zeg maar. En de laatste bladzijde. Ook ribbelkarton verwerkt, want dat blijft er ook mooi bij passen. En zo heb ik een heel leuk boekje weer. Nou, ik hoop dat jullie op deze manier het ook leuk hebben gevonden om met dit projectje aan de slag te gaan. Hij komt natuurlijk ook op YouTube, maar voor nu kunnen jullie hem vanuit de groep even bekijken en ik zou zeggen, maak er wat moois van. En als je hem af hebt, laat hem zien in de groep. Want dan hebben we allemaal weer inspiratie voor een volgende. Voor nu zeg ik, bye bye.